zal me even voorstellen. Mijn naam is Johan Scherpenkaten. Ik ben 22 jaar ondernemer geweest in Almere hier. Ik had een schoenenzaak. Wat doe ik zelf aan kunst? Dat is hoofdzakelijk observeren, zeg maar. Veel naar exposities gaan, veel musea's gaan. En dat soort dingen. En gewoon ervan genieten. Mijn voorkeuren liggen hoofdzakelijk bij schilderijen. Maar ik hou ook enorm van toegepaste kunst. Ik denk dat wij in Nederland ook hele grote schoenenkunstenaars zijn. Zelf ben ik daar, zeker omdat mijn vak schoen is, daar heel veel ook mee bezig. En ken ik een aantal hele bekende ontwerpers ook persoonlijk, die dus de toegepaste kunst in de schoen toepassen. Eén iemand die echt een geweldige creatuur maakt, dat is Peter Pops. René van den Berg is natuurlijk geweldig. Kobe Levin bijvoorbeeld. Maakt ook geweldige leuke dingen. Totaal niet te dragen. Kan ook niet volgens mij. Maar als je het ziet, zeg je, ja, wow, gewoon gaaf. Dan zoek ze me eens op. Echt waar. Ik ben Monique van Hees. Ik woon in Almere Filmwijk, Simone Signoretstraat. Ik ben 53 jaar oud, moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 23. Ik heb geen betaalde baan, ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Voor de hockeyclub heb ik in het verleden veel gedaan, maar voor de rest ben ik heel veel thuis als huisvrouw. Ja, ik sport heel veel, ik hockey, ik tennis en ik probeer een beetje te golven. Zeker. Ik zag een advertentie in de krant. Toen werd gevraagd om kunstkennis. Het kunstkennen in één dag. Ik dacht, het lijkt me wel leuk. Ik denk, ik heb er tijd voor. Dus ik meld me aan. Omdat ik wel het heel leuk vind om naar kunst te kijken. Maar ik kan me absoluut geen kunstkenner noemen. Dus ik denk, nou wie weet, wordt het iets leuks. En ik ben toevallig ook uitgekozen. Waarom is kunst belangrijk? Ja, kunst is natuurlijk op zich niet echt belangrijk. Het zijn belangrijke dingen in het leven. Zoals gezondheid. Maar het maakt wel het is een gevoel en het maakt mij vrolijk. En ik vind wel dat je in je huis moet je dingen hebben die je mooi vindt. Maar het is uiteraard niet het belangrijkste in het leven. Maar het is het toefje van de slagroom, zal ik maar zeggen. Ik ben trainer. Ik train het management van bedrijven over het algemeen. Daarnaast ben ik ook de docent Argentijnse tango. En daarnaast ben ik ook nog kunstschilder. Ik verdien er niet mijn brood mee. Sterker nog, daar ben ik heel slecht in. Ik acquireer ook helemaal niet. Ik verkoop me niet. Ik zet nog ineens mijn handtekening op de schilderijen. Ik schilder van mezelf. Ik ben met team Annemarie naar de kunstopleiding in Utrecht geweest. Naar de Hogeschool van de Kunst in Utrecht. En dat was erg leuk. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk om te kiezen. Omdat ik ze hebben me ook naar buiten moeten trekken daar. Want om 5 uur was ik nog niet klaar bij wijze van spreken. Er was absoluut heel veel interessant werk. Dus ik moest vooral nadenken, wat vind ik zelf waard om te laten zien? Wat vind ik interessant werk? Maar ook waarvan ik denk, waar komen nou mensen op af in Almere? Omdat hier kunst op een heel laag pitje staat. En het lukt niet om mensen naar wat gewaagde kunst te krijgen. Dus je moet iets hebben van, ik denk, goh, daar krijgen we Almeerders mee naartoe. Dat maakte de keuze juist zo moeilijk. Ik ben Lucienne de Vroede. En ik werk en woon al heel lang in Almere. En ik werk eigenlijk mijn langste periode bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Almere. Ik ben met team Annemarie in aanraking gekomen door de posters. En het leek me hartstikke leuk, want ik heb helemaal niets met kunst. Althans, ik heb er geen achtergrond in. Ik vond het idee van team Annemarie ontzettend leuk, omdat je als je een expositie voor de stad voorbereidt, je hangt een plaat niet op voor één persoon. Dat doe je voor heel veel mensen. Ik denk als je daar een beetje over mee kunt denken, dat je een meer gedragen keuze hebt. En door daar gewoon met vreemde mensen en vreemde ogen naar te kijken, komt er gewoon uiteindelijk een hele andere expositie uit. En het idee dat je ook met Almeres die ik zelf ook niet kende, vervolgens met elkaar in gesprek gaat, goh, waarom dit en waarom dat, dan zie je ook hoe andere mensen dingen heel anders beleven of zien. En dat vond ik ontzettend leuk. Ik werd gevraagd om mee te doen met team Annemarie door Corosia Stad. Ik vind het een prachtig concept en wat mij betreft mag het vaker zo gaan dat gewoon burgers betrokken worden bij het samenstellen van de tentoonstelling. Ik denk dat dat ook draagvlak in de stad vergroot. Dat mensen dat leuk vinden gewoon. En ik denk dat ook heel veel burgers graag meedoen. Almere is qua culturele ontwikkeling echt nog in ontwikkeling. En dus moeten we nog een hoop werk doen. Maar ik vind dat is juist de grote uitdaging. En volgens mij vinden heel veel mensen dat ook wel het spannende van deze stad.
Nou, het is heel boeiend om teamleider te zijn. Ik vond het wel heel leuk. Het waren ook wel echt allemaal hele leuke mensen met totaal verschillende achtergronden, maar wel met één gemeenschappelijke noemer, namelijk die cultuur. En wat ik er dan wel weer heel grappig aan vond, dat ze bij de tentoonstelling, dat er toch een aantal waren die op dezelfde kunstwerken uitkwamen, terwijl ze totaal verschillende mensen waren. Dat vind ik wel weer heel geestig. Nou, dat duidt erop dat die kunstwerken in elk geval van grote kwaliteit waren. Ik hou van moderne kunst, zowel figuratief als niet figuratief. Maar mijn oogappeltjes zijn Keith Richards en Mick Jagger. Twee schilderijen die ik thuis aan de muur heb hangen, die ik lang geleden gekregen heb. En ja, die zijn fantastisch. En dat heeft dan zowel een, qua schilder vind ik het een mooie, maar ja, ik ben ook dol op de Rolling Stones als muziek. Dus dat is een dubbele liefhebberij, zal ik maar zeggen. Nou, ik ben Chris Aalbrecht. Ik woon in Almere. Ik werk als criminoloog bij de Amsterdamse politie. En dan doe ik verschillende soorten onderzoeken met heel veel plezier. En daarnaast hou ik me graag bezig met kunst. Nou, als ik zelf met tekenen en schilderkunst bezig ben, is het voornamelijk figuratieve kunst. Dat is ook waar ik in onderwezen word, maar ik vind het zelf ook het prettigst om te doen. Ja, dat zijn toch meestal mensen en ja, hun bezigheden. Nou, heel af en toe teken ik inderdaad wel eens dingen van de politie van vroeger. Gebruik oude foto's voor. We hebben een heleboel verschillende fotoboeken heb ik over de politie. Nou, een politie in oude uniformen en een hele oude setting. Hè? Dus van 100 of 200 jaar geleden. En dat teken ik dan wel eens, ja. Vooral in zwart-wit. En dan, dat roept dan ook een beetje die sfeer op, inderdaad, ja. Ja, nou, vanaf eind september dit jaar ga ik naar de kunstacademie, naar de Wakkersacademie. Dat is een academie voor figuratieve kunst, dus teken- en schilderkunst. Het lijkt me heel erg leuk, omdat je krijgt dan toch onderwijs. Want je blijft op een gegeven moment wel op je eigen niveau steken. Hè? Dat je, maar ook de sfeer is belangrijk. Hè? Dat je met een groep bent, met mensen die dat ook doen. En dan ook al een beetje ander soort mensen dan politiemensen. Alhoewel er veel politiemensen zijn met hele leuke hobby's. Maar het is, nee, maar het is vaak toch een beetje andere mensen. En het is dus ook, daar is het ook wel voor bedoeld. Ik ben Marita. En ik woon in Almere. Momenteel ben ik huisvrouw, maar aangezien mijn contract bij een schoonmaakbedrijf niet is verlengd. Ik kwam op Team Annemarie terecht toen ik op de computer zat te surfen. En zag dat Corrosia allemaal mensen zocht die graag een curator voor een dag wilden zijn. Toen dacht ik, ik wil ook wel eens wat over kunst zeggen. Ik heb wel eens kunst gezien. En toen werd ik heel erg geraakt van binnen. Ik ben bewogen. Mijn hart ging harder kloppen. En of ik kreeg een brok in mijn keel. Of ik had zo'n gevoel van ja. En ik denk dat het je optilt. Dat het je optilt uit je dagelijkse vervelende, zeikerige dingetjes. Hè? Zoals, heeft u de regeltjes wel goed opgevolgd? En kunst kan even zorgen dat je anders kijkt en je kleine zelf loslaat. Nou, bij wijze van introductie. Mijn naam is Tiffany Kip. Ik was leerkracht op de basisschool. Dat wil ik nu niet meer doen. Ik wil graag een andere weg opslaan, dus ik ben voor mezelf een beetje aan het uitzoeken wat dat gaat worden. Ik doe mee omdat ik het leuk vind om te kijken naar hoe jonge mensen de tijd van nu zien en ook een beetje de toekomst zien. En ik hoop vooral ook met goede moed en hoop, zeg maar. Ik heb wel een beetje een idee gekregen van hoe ze naar de toekomst kijken. Over het algemeen vind ik dat je wel kan zien dat ze gewoon heel jong zijn. En heel erg toch wel in het moment nog leven. Sommigen die zijn echt heel erg hoopvol. Een van de kunstwerken die ik ook heb uitgekozen ging ook over in mijn ogen de hoop. Wat ik nog meer heel leuk vind is dat ze toch ook wel heel erg geraakt zijn door de wereld. En door de dingen die er spelen deze tijd. Het raakt en ze gaan ermee aan de slag. En dat vind ik wel heel leuk om te zien. Ik heet Anneke Wignand. Ik vond het geweldig. Het was geweldig om zoveel mooie dingen te zien van jonge mensen. Mensen die aandacht hadden besteed aan wat ze wilden laten zien. Hele mooie dingen gezien. Het was wel heel veel. Er was veel te zien.
En het is ook best moeilijk om dat wat er bovenuit stijgt er ook echt uit te halen. Waar ik op heb gelet, dat advies kregen we ook wel mee. Dat is dat er meerdere lagen in zouden moeten zitten. Dus je kijkt eigenlijk naar iets van hoe is iets gemaakt. Maar ook wat is ermee bedoeld. Komt dat een beetje overeen? Sommige dingen waren bijvoorbeeld heel ambachtelijk gemaakt. Dat is gewoon heel knap, een hele knappe techniek. Maar dan zat er bijvoorbeeld geen verhaal achter. En dan is het alleen maar mooi om naar te kijken. Is ook goed. Maar ik heb vooral gekeken naar meerdere lagen.